Ja, beste vrijdenkers, waarom Boris van der Ham? Ik zal beginnen met een kleine anekdote. De eerste keer dat ik hem tegenkwam in het echte leven. Als beginnend geschiedenisstudent ging ik naar een toespraak van 30 minuten die Boris zou geven aan de Universiteit van Nijmegen, waar ik geschiedenis studeerde. Dus. Ik had al eens goede voorstellen over hem gelezen in de krant over de scheiding van kerk en staat en andere zaken met religie en vrijheid van geloof. En het leek me daarom ook wel leuk om hem in het echte te zien. Hij zou eens vertellen over hoe het eraan toe gaat in de politiek in de Tweede Kamer. Maar Boris die zat helaas vast in de file en toen kwam hij 25 minuten te laat. En dus was de tijd al bijna voorbij. Toch deed hij zijn best om er tijdens de resterende 5 minuten een goed verhaal van te maken. En toen moest hij alweer weg. De organisatoren bedankten hem met een taart, waarop hij reageerde met: "Oh, die heb ik eigenlijk helemaal niet verdiend." Volgens mij is dat wel kenmerkend voor Boris. Grote inzet en enthousiasme, maar wel bescheiden en realistisch. Voordat ik verder ga, wil ik nog een enige nuance aanbrengen. Als je het onderdeel bent van een beweging als activist, dan werk je natuurlijk altijd met mensen samen. En dus verschillende projecten die je doet, verschillende acties, die doe je samen met anderen. En dus de verschillende prestaties die Boris heeft bereikt, zijn niet altijd geheel alleen op zijn konto te schrijven. Er zijn ook veel mensen in zijn omgeving die we daarbij kunnen bedanken. Maar ik denk dat de voorbeelden die ik zal noemen, dat daarin Boris een cruciale rol heeft gespeeld om ervoor te zorgen dat het slaagde. Of tenminste dat er meer aandacht gekomen is voor een bepaald onderwerp. Zijn naam ging bij ons al jaren rond. Maar we zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat hij wel verdiend heeft om vrijdenkers van het jaar te zijn. Boris is zelf niet echt gelovig opgevoed. Heel vrijzinnig protestants nest, maar dat kon hij makkelijk van zich afschudden. Boris werd in 2002 verkozen tot de Tweede Kamerlid. En in die functie heeft hij zich veel ingezet voor het afschaffen van religieuze privileges, het terugdringen van religieuze invloed in de politiek, het verruimen van de vrijheid van meningsuiting ten opzichte van religies en het staatshoofd, en grotere inspraak van de burger in de politieke besluitvorming, het referendum, betere acceptatie van, de LHBT-gemeenschap middels wetgeving en het onderwijs en nog een hele reeks andere typische strijdpunten van de vrijdenkingsbeweging. Als Kamerlid schreef Boris wetten, die voor afschaffing van het verbod op smadelijke godslastering, voor versoepeling van de winkeltijdenwet op zondag en de wet die de enkele feitconstructies afschaft, waarmee we die streng religieuze scholen, onder andere homoseksuele leraren, konden ontslaan. Het kan niet zo zijn dat gekwalificeerde mensen om een geseksuele geaardheid uit hun functie worden gezet omdat een religieuze opvatting van een school dat verwerpt. Het is een belangrijke overwinning op geïnstitutionaliseerde religieuze intolerantie. Naast zijn kamerwerk heeft hij ook vrije lezingen die hij enkele keren heeft gegeven en die volgens mij nog steeds. Ja, op vrijelezingen.nl. Sinds 2010 regelmatig vlogs over humanisme en vrijzinnigheid en daar heeft hij heel veel onderwerpen waar vrijdenkers zich voor inzetten toegankelijk gemaakt en vooral voor jongere generaties. En dat is natuurlijk belangrijk voor de toekomst. Zo legde hij bijvoorbeeld uit hoe het in Nederland het verbod op smalende godslastering eigenlijk is ontstaan en waarom het er weer zou moeten worden afgeschaft om te voorkomen dat er te veel religieuze beperkingen komen op mogen zeggen wat je denkt. Bij zijn afscheid van de Tweede Kamer in 2012 schonk Boris zijn collega's het politiek-theologisch traktaat van de vrijdenker Spinoza. Dus eigenlijk zijn veel historici die zijn het wel over eens dat de publicatie van dit boek in 1677 het begin is geweest van wat wij nu de verlichting noemen. En waarin het vrijdenken heeft kunnen ontstaan. Het boek was ook een van de eerste werken waarin het bestaan van God systematisch in twijfel werd getrokken. Er wordt geredeneerd hoe we de maatschappij moeten inrichten zonder God. Het is dan ook goed dat de politiek die belangrijkste beslissingen neemt in voor wat
in wat voor een samenleving we willen leven, eraan herinnerd wordt hoe ongelooflijk veel ongelooflijk. Veel vooruitgang de mensheid sindsdien heeft geboekt in het weerleggen van allerlei schadelijke religieuze en bijgelovige ideeën en praktijken en het marginaliseren van ongefundeerde intolerantie. Sinds 2012 is Boris onder meer voorzitter van het Humanistisch Verbond. En in die hoedanigheid kwam hij onze vrijdenkers daarom, kwam hij met onze vrijdenkersvereniging daarom vaak in contact. De vrije gedachte en het Humanistisch Verbond zijn misschien goed te duiden als concollega's, concurrenten en collega's. Ze delen in verregaande mate hetzelfde humanistische vrijdenkersgedachtegoed en hebben vaak dezelfde doelstellingen. Maar hun focus en methodes zijn soms anders. In de jaren 50 is daarom wel eens geopperd om de Vrije Gedachte en het Humanistische Verbond te fuseren. Maar we concludeerden dat we liever zouden samenwerken dan helemaal samen gaan. Een vaak gebruikte beschrijving is dat de Vrije Gedachte primair geïnteresseerd is in het bevrijden, het bestrijden van religie en andere vormen van irrationeel denken en daarmee een voorhoede van de secularisering wil zijn. Terwijl het Humanistisch Verbond zich vooral bezighoudt met ongelovigen een gelijkwaardige plek in de samenleving te geven en daarmee een veilige haven wil bieden voor niet-religieuze en afvallen. Hoewel verenigbare doelstellingen, kan het militant kritische karakter van de een soms schuren met het meer verzoenend solidaire karakter van de ander. De eerste jaren ging de samenwerking ook niet altijd van een leien dak. Boris had besloten om zich te richten op bijdragen aan het nieuwe Freedom of Thought Report dat in 2012 ook voor het eerst uitkwam. Dus nieuwe tijd. Maar gaandeweg hebben wij meer bewondering gekregen voor het werk dat Boris van der Ham heeft verricht. De afschaffing van het verbod op godslastering dat hij als Kamerlid in gang had gezet, geschiedde uiteindelijk in 2014. En dat kunnen we met recht een mijlpaal noemen van de vrijdenkersbeweging in Nederland. De theocratische hoek om dit sinds het ezelproces tegen Gerard Reven geborgen wetsartikel weer van stal te halen na de moord op Theo van Gogh en daarmee in feite religieus geweld te belonen, is hiermee effectief geblokkeerd. En dat is niet alleen belangrijk voor Nederland, maar zendt een belangrijk signaal uit naar de hele wereld. We hoeven nou maar te kijken naar landen als Pakistan, waar streng op lastenmeerheden ondersteund door moslimfundamentalistische groeperingen die geweld niet schuwen, de hele samenleving gijzelen en iedereen zomaar met een dreigende doodstraf kan worden beschuldigd van het kwetsen van gelovigen. De onlangs vrijgelaten vrouw Asia Bibi, die 9 jaar onterecht gevangen heeft gezeten en iedereen die voor opkwam, lopen levensgevaar. Het is niet voor niets dat haar advocaat onlangs naar Nederland vluchtte. Weer een teken van hoe mensen zoals Boris zich hebben ingezet om van ons land een vrijdenkershaven te maken. Waarin Boris zich vooral voorbeeldig heeft getoond, is zijn belangenbehartiging van een grote diverse groep mensen in Nederland en de rest van de wereld die we kennen als ex-moslims. Er is al aan gerefereerd. Die term dekt misschien niet altijd de lading. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld nooit moslim geweest, maar wel opgegroeid in een islamitische omgeving. Sommigen geloven nog wel in een soort theïsme, maar niet meer in Allah, niet meer in de islamitische God. Wat ze echter gemeen hebben is dat ze op een bepaalde manier afstand gedaan hebben van de islam, en dat was voor de meeste van hen erg moeilijk. Veel lastiger dan het voor de gemiddelde christen is om de kerk te verlaten, wat men tegenwoordig heel acceptabel vindt. Veel ex-moslims kunnen zelfs nog niet praktisch de islam verlaten. Ze zitten nog in de spreekwoordelijke kast. Als hun familie, vrienden en kennissen erachter zouden komen dat ze geen moslim meer zijn, dan kunnen ze allerlei problemen krijgen. Intimidatie, onterving, buitensluiting en zelfs geweld. De consensus onder de grote islamitische rechtsscholen is immers nog steeds dat geloofsafval met de dood bestraft moet worden. En de publieke opinie daarover verschuift helaas traag. Daarom moeten velen nog doen alsof ze moslim zijn. Sommige ongelovige vrouwen en meisjes zijn zelf te bang om hun hoofddoek af te doen uit angst dat hun omgeving hun afvalligheid ontdekt. De enige vrijheid die ze allemaal al wel hebben verworven is om vrij te denken. Vandaar dat veel van deze voormalige moslims zich liever vrijdenkers noemen. Boris heeft zich actief ingezet om ook deze ongelovigen een plek in de samenleving te geven. Dat was onder meer te zien in de documentaire Onder Ongelovigen van Dorothee Vorma,
waarin hij de hoofdrol speelde. Boris zocht contact met vrijdenkers uit de islamitische kring in Turkije, in Glasgow, bij de Secular Conference in Londen, dat is ook een week weer. Marcheerde met een optocht humanisten en vrijdenkers door Den Haag om het 440 Report aan te bieden aan verschillende ambassades van landen waar de vrijheid van gedachten bijzonder onder druk staat. En het lukte hem soms om met een ambassadeur te spreken. Tot slot kreeg hij bij de Mensenrechtenraad van de VN in Genève de kans om te benadrukken dat religie niet langer gebruikt mag worden als excuus om de rechten en vrijheden van mensen te schenden. Het opmerkelijke van de film onder ongelovigen was echter dat er geen Nederlandse ex-moslims in voorkwamen. Die waren moeilijk te vinden, mede omdat velen nog niet uit de kast waren gekomen voor een ongeloof. Daarin moest verandering komen. We hebben natuurlijk jaren geleden al een ex-moslimcomité gehad, maar dat is al snel weer opgeheven. Boris hielp bij de oprichting van het platform Nieuwe Vrijdenkers, een plek waar islamverlaters terecht konden voor steun, advies en het vinden van lotgenoten. Zowel ex-moslims die in Nederland geboren waren of hier op jonge leeftijd naartoe waren gekomen, of atheïsten die uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika of Zuid-Azië naar Nederland waren gevlucht voor moslimmunt fundamentalistische agressie, maar hier in ons land in AZC's terechtkwamen, waar moslims opnieuw de dienst uitmaakten en hun vrijheden bedreigden. Dit leidde uiteindelijk tot het maken van de tweede documentaire, Ongelovig, Vrijdenkers op de Vlucht, in 2016, van dezelfde documentairemaakster, waarin verschillende ex-moslims in Nederlandse vluchtelingenkampen hun vaak schokkende verhaal deden aan Boris, die luisterden naar vrijdenkers in een vrij land, maar in onvrije situaties. Het Humanistisch Verbond kaart het Boris deze zaak aan bij de landelijke politiek. En verschillende gevluchte vrijdenkers kregen de gelegenheid om Tweede Kamerleden te vertellen over hun precaire situatie. Daarmee is het belang van de rechten van vrijdenkers ook in Den Haag en bij de kijkers thuis nu duidelijker geworden. Het onderwerp staat op de agenda. Ondertussen heeft Boris zich weer ingezet voor elk jaarlijks Freedom of Thought Report. En dit jaar is hij zelfs bestuurslid geworden van de International Humanist and Ethical Union, de grootste wereldwijde koepel voor niet-religieuze organisaties en een cruciale verdediger van de mensenrechten van alle ongelovigen op onze planeet. Tot slot heeft Boris samen met de Marokkaans-Nederlandse ex-moslim Rashid Benhamou het boek Nieuwe Vrijdenkers, 12 voormalige moslims vertellen hun verhaal geschreven. En dat is dit boek. Nee. Dat boek kwam dit voorjaar uit. Ook dit gaf een nieuwe generatie vrijdenkers van islamitische achtergronden en gezicht. En de gelegenheid om de rest van de samenleving te vertellen dat zij bestaan. En hoe zij tot hun ongeloof zijn gekomen. Alle Grieken die daarbij hoorden. Het gebruik van de term vrijdenker voor dit boek, in de eerdere documentaires, voor het platform van afvallige moslims en in het activisme van Boris van Hamme in het algemeen, is een grote verdienste voor de vrijdenkersbeweging. De principes die onze vrijdenkersvereniging huldigt en uitdraagt, worden veel breder in de samenleving gedragen dan alleen door onze leden en sympathisanten. Ook al zijn wij de oudste en bijna de enige organisatie in Nederland die zich nog expliciet vrijdenkend noemt. Boris en verschillende mensen die met hem samenwerken, hebben dit woord dat voor ons zo belangrijk is om samen te vatten wie wij zijn, hoe wij denken en wat wij willen, de afgelopen jaren een prominentere plek gegeven. Schrijft hij er mee uit? Zal ik voor mijn stem verheffen? Ja. Geen probleem. Boris en verschillende mensen die met hem samenwerken, hebben dit woord, vrijdenker dus, dat voor ons zo belangrijk is om samen te vatten wie wij zijn, hoe wij denken en wat wij willen, de afgelopen jaren een prominente plek te geven in het publieke debat. Duidelijk aangegeven waarom vrijdenker zo ontzettend belangrijk is voor het welzijn van de samenleving en zich ook actief ingezet om de rechten van vrijdenkers in Nederland en de rest van de wereld te verbeteren.
Daarom vindt de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte dat Boris van der Ham het zeker verdiend heeft om vrijdenker van het jaar 2018 te zijn. Wat een enorme eer om vrijdenker van het jaar te zijn. En ik vind het een mooi beeldje ook nog, dus dat scheelt ook van te stellen voordat je dan een heel lelijk beeldje in je kast moet zetten. Het oogt wel ook wat, maar het is echt ook heel mooi. En het is, ik mag het ook houden, dat is ook, je hebt ook wel eens prijzen die je dan weer het volgend jaar weer moet teruggeven. Het is ook weer een beetje een niks. Dit mag ik echt houden, dat is fantastisch. Dus om meerdere redenen zeer erg bedankt. En dankjewel Leon voor de mooie woorden. En er zaten geen fouten in, want je zei, ik moet het maar direct herstellen. Als het niet klopt, maar het klopt allemaal. En ook waar je mee begon, namelijk dat heel veel van de dingen die je hebt gedaan, dat er natuurlijk ook andere mensen mee hebben gewerkt. Bij het Humanistisch Verbond, toen ik politicus was, ook daar. Dus dat is heel belangrijk. En dat is ook direct mijn eerste stelling, want jullie zullen daar ongetwijfeld mee eens zijn, dat vrijheid vraagt vereniging. Vrijheid vraagt vereniging. En de vrijdenkers zijn al veel ouder dan het Humanistisch Verbond. En dat is enorm. En we gaan zo weer uit. Okay. Maar moeten we dan maar zo doen, dames en heren? Ja. Vrijheid vraagt vereniging. En dat is, dat voelt heel vaak raar voor mensen die opkomen voor vrijheid. Want die denken, ja, maar als je dan bijvoorbeeld los hebt gemaakt van een religie of van een politieke. Hermetische gedachten, ja, dan wil je niet weer daarna weer in een clubje om daarvoor op te komen voor die vrijheid. He, dus het heeft iets paradoxaals dat je staat voor individuele vrijheid en vervolgens bij elkaar op zaterdagmiddag, als het een hele lekkere dag is, toch bij elkaar te gaan zitten en voor vrijheid op te komen en daar iets over te zeggen. En toch is die paradox een schijnbare tegenstelling, want het is geen tegenstelling. Vrijheid vergt vereniging. Nogmaals, de vrijdenkers hebben dat al heel lang gedaan, maar het Humanistisch Verbond doet dat ook vanaf 1947 en is ook een product, zou je kunnen zeggen, vanuit, deels ook vanuit de vrije gedachten, maar ook heel veel andere basis zitten daaronder. En dat was in 1947 ook heel erg hard nodig dat er zoiets kwam als het Humanistisch Verbond. Onder andere om mensen die niet kerkelijk waren, buitenkerkelijke, te emanciperen. En het kon echt nog zo zijn destijds dat je baan verloor als je niet godsdienstig was. Dat bepaalde zaken gewoon niet voor je weg waren gelegd als je niet godsdienstig was. En ook al hadden we toen wel scheiding tussen kerk en staat, formeel. En dat heeft ons ook in Nederland veel opgeleverd. Hè? Onze seculiere samenleving heeft opgeleverd in de 19e eeuw al, toen dat al een beetje ontstond, dat katholieken geen tweederangs burgers meer waren en ook joden geen tweederangs burgers meer waren. Ze kwamen er echt bij. Ze kregen gelijke rechten. Dat is ook altijd het beste verweer richting inderdaad orthodoxe christenen, orthodoxe moslims die zeggen we moeten tegen scheiding van kerk en staat zijn, we moeten tegen de secularisering zijn, want een seculiere staat houdt in dat iedereen een plek heeft. Ook orthodoxe mensen. Dat is de beste garantie dat je zowel vrijzinnig, ongelovig, orthodox en alles wat ertussenin zit kan zijn. Maar daar, ja, toch was dat in 1947 nog niet zo verfijnd dat je echt gelijk werd behandeld. En het Humanistisch Verbond heeft als organisatie van de buitenkerkelijke ervoor gezorgd dat dat onderwerp op de agenda bleef en dat er ook dingen veranderden. Een van mijn favoriete anekdotes om te vertellen is dat als je in de dienstplicht moest als man en dan als je daar het kerkelijk uurtje had, dan kon je naar de pastoor of de dominee gaan. Maar als je dan niet religieus was, moest je de wc schoonmaken. Nou, dat was al één reden om ervoor te zorgen dat de humanistisch geestelijke verzorging zou moeten komen. Om in ieder geval dat corvée niet alleen maar voor atheïsten en buitenkerkelijke te maken. Maar dat is er gekomen. Er is gelijke behandeling gekomen van die levensbeschouwing. En dat heeft zelfs geleid in 1982, 83 tot een grondwetswijziging. Waarin naast levensbeschouwing of naast religie ook levensbeschouwing werd gezien als iets waar je niet op gediscrimineerd mag worden. Dat staat nu in artikel 1 van de grondwet. Dat stond er daarvoor niet in. Dat is echt een van de dingen die gekomen zijn omdat vrijdenkers, humanisten, atheïsten, vrijzinnigen
hebben gezegd, we maken ons hart daarvoor richting de politiek. Dat is ongelooflijk belangrijk en dat had niet zonder vereniging gekund. Tegelijkertijd is het niet zo, en dat, daar had Leon het al terecht over, en dat was ook de reden om dat boek Nieuwe Vrijdenkers te schrijven. Het is niet zo dat als je iets in de wet regelt, dat daarmee dan in de samenleving het ook allemaal in kannen en kruiken is. Je zou kunnen zeggen dat onze, en dat blijkt ook uit het Freedom of Thought Report, wat elk jaar uitkomt, dat Nederland in wetgeving een van de meest vrije landen ter wereld is. Samen met België, daar is dat eigenlijk hartstikke goed voor elkaar. Er zijn nog wel wat kleine dingen, maar dat zijn echt kleine dingen, zeker als je het vergelijkt met het buitenland. Maar de sociale druk die er is, die is soms enorm. Als jij je hele gezin, je hele familie verliest, op het moment dat jij openlijk uitkomt voor het feit dat je niet gelovig bent, dan ligt er een grote hypotheek op die openheid daar rond. Dankjewel. Ik probeer het weer zo. Ik moet hem wel weer aanzetten. Knopje omhoog. Dankjewel. Ga je dat nu? Ja, perfect. Nou, dus wel weer wat beter te verstaan. Dus op het moment dat dat de hypotheek is op het openlijk uitkomen voor je ongeloof, dan kan je niet echt spreken van feitelijke geloofsvrijheid of vrijheid van levensbeschouwing. Die is er dan misschien in de wetgeving wel, maar sociaal is die er dan niet. En we hebben net, ik heb gelukkig nog een groot gedeelte van jouw verhaal gehoord, maar dat ook als je in een christelijke omgeving opgroeit, of een orthodox-christelijke omgeving opgroeit, dan is die vrijheid ook niet altijd. Wij horen ook, in reactie op het boek, schrijven ze een boek over de Jehovah-getuigen. Dat is ook nog steeds in Nederland aan de hand. Sommige mensen hebben in reactie op het boek Nieuwe Vrijdenkers gezegd, jullie willen dus iedereen overtuigen om atheïst te worden. Dat is waarschijnlijk de geheime bedoeling van dit boek. En ik zeg, nee, de enige reden om dat boek te schrijven is dat uiteindelijk mensen bij elkaar op de koffie komen. Zo huiselijk kan ik, meer huiselijk kan ik het niet maken. Dat je gewoon naar je ouders kan gaan zonder dat je jezelf hoeft te verbergen. Dat je gezamenlijke verjaardagen kan vieren. Dat je elkaar blijft zien. Dat je elkaar respecteert voor het feit dat misschien je moeder heel gelovig is. En dat een broertje er weer anders in staat. En dat jij misschien atheïst bent. Dat kan. En dat het allemaal naast elkaar kan bestaan, omdat je elkaar niet elkaar verstoot. Maar dat je het een beetje fijn en knus kan hebben met elkaar. Dat klinkt een beetje soft, maar dat is precies het recht waar de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing over gaat. Dat je elkaar niet verliest op het moment dat je er net iets anders over denkt dan de ander. Ik zeg zelf ook dat het een beetje bij om mijn eigen atheïsme of humanisme in te vullen. Ik vind het zelf ook heel fijn dat ik ook afwijk van andere atheïsten en humanisten. Ik zeg altijd, ik ben namelijk een heel inconsequente atheïst en humanist. Ik vind niks leuker om met kerst heel hard mee te zingen met allerlei kerstliedjes, waarvan ik werkelijk geen woord echt geloof. Dat is compleet inconsequent, maar ik vind dat de vrijheid van religie en levensbeschouwing gaat over het recht om inconsequent te mogen zijn in de ogen van iemand anders. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dus ook de orthodoxe christen, die misschien op één punt anders denkt dan zijn buurman, dat is zijn of haar recht. Toen André Schnevel ooit zei, ik ben heel erg orthodox, maar ik vind toch de aarde in 6 dagen geschapen, dat vind ik toch niet zo'n goede theorie, dat ging er toch anders over. Werd hij door sommige andere orthodox christenen verkipperd. Terwijl je denkt, maar dat is toch de religieuze vrijheid ook binnen de kring. Je had het terecht, Marije, over het feit dat geloofsvrijheid binnen geloof ook heel essentieel en heel belangrijk en heel fundamenteel is. Ik vind het fantastisch. Ik ken ook wel mensen die nog steeds heel religieus zijn, maar wel openlijk homoseksueel zijn bijvoorbeeld. Dan denk ik, dat is hartstikke goed. Dat is echt je vrijheid. Als dat kan, geweldig. Of die heel orthodox, of zichzelf echt moslim noemen, maar een hele verlichte idee hebben over vrouwenemancipatie. Dat is ook precies de vrijheid waar humanisten, atheïsten, vrije mensen van de vrije gedachten voor vechten. Je mag je eigen leven beschouwen, je eigen religie invullen. Het is geen groepsrecht, het is een individueel recht. Dat is heel erg essentieel. Ik ben dus vrijdenker van het jaar. En dan denk ik echt van, hoe word je dat nou? En je hebt zelf al een beetje, van wat ik nou laat zeggen, in publieke ruimte heb gedaan. En dat klopt. En ben ik ook best trots op, eerlijk gezegd. Als je zelf niet kiest, dan lach je nooit. Ik vind dat wel mooi. Ik vind het ook wel fijn dat daar ook een lijn in zit. Maar ook de vraag bij mezelf, dat dacht ik over toen ik hier nog heen reed, hoe komt dat nou eigenlijk? Hoe ontstaat nou
een activisme rond dit onderwerp. Bij mij is dat niet ontstaan vanuit een soort van woede richting religie. En je zei het zelf al, ik ben een beetje, ja, we gingen wel naar de categorisatie van de Remonstrantse Broederschap. Nou, dat is ontzettend vrij. Hè. Gisteren was er nog een bijeenkomst van de vrijzinnige en de humanisten in Utrecht. Een paar kilometer hier verderop. En toen vertelde ik ook het verhaal dat ik van een vrouwelijke dominee een bijbeltje kreeg erin. Waarbij ze zei van, nou ja, neem het serieus, maar niet letterlijk. Ja, ik bedoel, wat heb je dan nog als atheïst of vrije gedachte man of humanist tegen in te brengen? Ja, als je als zo mensen met de religie omgaat, dan kunnen we allemaal in broederschap in elkaar armen vallen. Ja, prachtig. Die mythes en sages, serieus, maar is niet letterlijk. Dus dat is al hartstikke goed. Dus ik heb daar helemaal nooit een negatief gevoel bij gehad. Ben ik zelf echt religieus geweest? Ja, ik ben wel eens een tijdje godsdienstig geweest, in die zin dat ik echt in God geloofde. Ik ging altijd naar een conferentieoord in de zomervakantie, Ontcentrum, dat was opgericht door het CNV, Christelijk Vakbond. En daar was altijd een avondsluiting en die man die die avondsluiting hield, die hield altijd een prachtig verhaal over de Bijbel, over wat daar voor waarheden in stonden. En toevallig sloeg dat eigenlijk altijd op iets wat die dag had zich al afgespeeld. En ik dacht, dat dat allemaal in de Bijbel staat, dat moet het toch wel een heilig boek zijn. Dat moet dat toch wel kloppen. Een beetje zoals je ook een horoscoop leest, waarvan je altijd denkt, ja, stop. Ik heb een financieel probleem, hoe weet je horoscoop schrijven dat? Nou, dus met andere woorden, ik op een of andere manier een soort kinderlijk geloof ontstond bij mij. Maar ook niet negatief, ik was niet bang voor God, ik vond dat maar een soort van Sinterklaas. Een aardige Sinterklaas waar je gewoon met je problemen terecht kon. Dat bad ik s'nachts toe. Of net voor het slapen gaan. Maar net zo makkelijk als ik een beetje in dat geloof dwarrelde, wat nooit was opgelegd thuis, maar zelf een beetje ontstond, ben ik er eigenlijk ook weer heel eenvoudig uitgestapt. En dat was naar aanleiding van de film Jesus Christ Superstar. Want ik zag die film, een musical, later werd ik ook nog acteur, heb ook nog in musicals gespeeld. Prachtige muziek ook. En ik dacht opeens, ja, mooi verhaal. Maar opeens doorzag ik het, dacht van, ja, dat is gewoon een hele charismatische man geweest. En er zijn allemaal verhalen omheen bedacht om hem nog charismatischer te maken. Maar het is gewoon een normale kerel, hè. Het is niet een zoon van God. En dat was voor mij niet een problematische openbaring. Dat was gewoon, doorzag het opeens. En niet doorzien alsof je een geheim luik opendoet waarin je een vreselijk slecht verhaal ontdekt of zo, nee, maar gewoon het doorzien. Dus zo ben ik er ook weer uitgestapt. Dus bij mij is er nooit echt een heel negatief gevoel geweest bij godsdienst. Ja, zelfs mijn familie, die orthodox-christelijk is, heb ik ook nooit zo'n negatieve gevoelens bij gehad eigenlijk. Dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Leuke discussie, we waren het vaak met elkaar oneens, zeker. Maar geen negatieve gevoelens. Dat is nooit een goede bron, zo'n opleiding, zeg maar in je jeugd, om een activistisch te worden. Dat activisme is veel meer ontstaan doordat je, eigenlijk een heel ontspannen humanist was, zeg maar, en merkte dat je soms in het publieke debat gezien werd als immoreel, dat je iets miste. Terwijl je denkt, ik mis helemaal niks. Ik heb kennis van religie, maar van mythes, van theater, van toneel, van literatuur. Ik heb eigenlijk een heel rijke bron waar ik uit kan putten. Voor mijn part ook, als daar soms mooie bijbelteksten bij zitten, voel ik me ook helemaal niet te behoerd om die te gebruiken. Dus ik voel me helemaal niet immoreel of moreel verdwaald. Hoe kan dat dat ik toch als zodanig word aangesproken? Nou, dat maakt iets in je wakker. Als je vervolgens ook nog meer kennis neemt van de wereld om je heen, waarin je inderdaad ziet dat mensen zoals jij, niet alleen maar in Nederland, maar zeker ook daarbuiten, als immoreel worden gezien en zelfs als bedreiging worden gezien. Kijk naar Saudi-Arabië, waar je als terrorist wordt gezien als je atheïst bent. Dus je staatsgevaarlijk bent. Ja, dan kun je twee dingen ontwikkelen. Of een soort onverschilligheid, van ja, heb ik niks mee te maken. Of dat je denkt, nee, het comfort waar ik eigenlijk bij ben opgegroeid, dat is dus niet vanzelfsprekend. En dat comfort zou ik een ander ook gunnen. En wil je toch ervoor zorgen dat, dat je het vanuit solidariteit opneemt voor anderen. En daar is een deel van het activisme ontstaan. Eigenlijk het besef dat je het enorm luxe hebt. Het feit dat het eigenlijk enorm comfortabel is in Nederland, hoe ik het in mijn eigen jeugd heb ervaren,
En dat het echt wezenlijk anders is in andere delen van de samenleving en in de wereld. Dat heeft ook geleid tot mijn inzet voor zelfbeschikkingsrecht. En tegelijkertijd, want dat is misschien ook wel iets waar misschien dat het verschil tussen de vrije gedachte en het humanisme ook een beetje ontstaat, is het alleen maar het vrijmaken van iemand, maar ook niet helemaal genoeg. Want ik vind het bieden van een perspectief, wat dan je wel bent, ook heel belangrijk. En dan kom je natuurlijk een beetje op een glijdende schaal. Maar ja, dat kan leiden tot een vorm van groene thee humanisme. Heel soft, heel warm, heel... Ja, wat zeker is en wat er mag zijn. En waar mensen van de vrije gedachte zich misschien niet zo comfortabel bij voelen. Want die vinden dat misschien is te vaag en zo. Dat mag ook allemaal. Maar toch vind ik de poging van het humanistisch verbond, van het humanisme, om een positieve identiteit te geven. Niet alleen maar ik ben atheïstisch, ik ben iets niet. Maar ook wat ben je nou wel? Waardoor laat je je nou wel inspireren? Dat vind ik een hele mooie poging. En ik zou bijna willen zeggen, het is ook bijna een opdracht die aansluit bij mijn eerste opmerking, dat vrijheid vereniging vraagt. Vrijheid vraagt ordening. En ik vind het interessant om te lezen, of in de gesprekken die we hebben gehad met die nieuwe vrijdenkers, met die ex-moslims, met die voormalige moslims, dat zij ook naast dat ze zich los hebben gemaakt van hun geloof, ook op zoek zijn naar een nieuwe identiteit. Je ziet sommige ex-moslims hun inspiratie halen uit voor-islamitische geschiedenis in het land van hun ouders. In Marokko, in Turkije, in de Persische cultuur. Net zoals dat humanisten en atheïsten dat misschien doen in de Griekse en de Romeinse oudheid. Dat laten zien dat heus het christendom niet nodig hebben om tot een bepaald moreel besef te komen. Je ziet dus dat mensen toch ergens een drang hebben. Ik weet niet in hoeverre dat het een evolutionaire drang is, maar er is in ieder geval een drang tot ordening. En ik denk dat we als vrijdenkers, als humanisten, niet helemaal moeten wegduiken bij die vraag. Omdat we ook een perspectief moeten bieden van wat er dan wel is. Hè. Er staat daar terecht moraal zonder geloof. Probeer dat ook te omschrijven. En dat is te omschrijven. Dat is moeilijk, daar kan je debat over krijgen, maar het valt te omschrijven. Kom met een soort ordening in waar je door laat inspireren. Gisteren bij die vrijzinnige dag zei ik over, ja, ik ben eigenlijk vooral humanist geworden door de boeken van Hugh Domer te lezen. Omdat ik dacht, ja deze 20 verhalen over liefde, over vriendschap, of wat dan ook, dat geeft mij een soort voorzetje van ordening, waar ik me door laat inspireren. Waar niet God aan te pas komt, of iets anders, maar dat geeft me een beetje richting. Alleen maar steeds elk gesprek te openen met een vraagteken en te zeggen, ja, dat moet je zelf weten. Dat vind ik niet altijd bevredigend. En ik denk dat heel veel mensen dat ook niet bevredigend vinden. Ik denk dat de humanistische, atheïstische vrijdenkersbeweging een kracht kan winnen op het moment dat we ook in levensbeschouwelijk opzicht een voorzet doen. Af en toe is iets aanleveren van, nou, zo kan je er tegenaan kijken. Met overigens altijd de nood, maar u mag er ook totaal anders over denken. U mag daar ook, u bent er vrij van. We willen de mensen vrij maken, emanciperen, dat ze hun eigen inconsequente levensbeschouwing mogen samenstellen. Dat staat bij ons voorop. En dan vervolgens bieden we ingrediënten aan tot een soort voorlopige eindtoestand van denken. Tot een soort richting. En ik denk dat onze vrije samenleving, die op heel veel punten heel fluide is, dat soort ankers wel kan gebruiken. En ik denk dat we daar ons niet voor hoeven weg te duiken. Vrijheid vergt vereniging. Dat is mijn boodschap aan jullie. Maar ik val het ook maar zo op dat het feit dat ik me altijd heel erg gekoesterd heb gevoeld bij verenigingen, of het nou een politieke vereniging is, maar ook het humanistisch verbond, maar eigenlijk ook door hier te mogen zijn, dat het feit dat je zoiets hebt, dat is een enorme winst van zichzelf. En ik denk dat die vereniging van vrijdenkers, van mensen die vrij willen denken, ook met deze prijs wordt geëerd. Dankjewel. Ja, u zult zien dat ik een oudste bibliothecaris ben, want om een boek te presenteren heb ik een paar meegenomen. Het is bovendien altijd erg lastig om als laatste spreker
voor de borrel precies een kwartier te hebben en het is een minimaal van 10 minuten. Dus mijn opgave is groot. Maar ik doe het graag. Ik doe het graag omdat eigenlijk met Alte Constance heel veel zaken samenkomen. Deze Constance dag plus de presentatie van het boek. Want Anton Constance is een van mijn helden. Een van. Wat gaat er gebeuren? Hij is erg eigenwijs, je moet hem zo helpen. Ik had hem helemaal niet nodig gehad, geloof ik. Maar goed, waarom is hij zo belangrijk voor mij geweest? Constance liet mij zien dat de geschiedenis van het humanisme een kwestie geweest is van geestelijke bevrijding in de cultuur. En als ik denk, één ding is dat Marije, die zei hier nog, ja, heel goed geschreven is dat Constance altijd zei, geestelijke bevrijding in de cultuur, dat is zeg maar de kern van het vrijdenken van het humanisme. En dat is altijd de vijf K's. Nou, ik denk dat één K voor jou het loskomen van de kerk heel duidelijk is gesitueerd. Het loskomen van kapitaal, dat denk ik niet, zoals de meeste mensen. Loskomen van de kazerne, nou, misschien een beetje pacifist, dat kan zijn. Loskomen van de kroeg, was een ander punt. En dan heb ik er vijf gehad inmiddels. Koning. Koning, ja, nou, misschien weer. Maar ik vind dat Constance altijd heel goed die geschiedenis heeft verbonden met levensschouwelijke inspiratie. En ik was geïnspireerd in de jaren 80. Ik was student politologie in Amsterdam. En ik volgde ook in de avonduren colleges van Anton. Colleges op de Volksuniversiteit. En hij kon al het heel kenmerkend. Misschien dat iemand dat bij de borrel nog even kan nadoen. Maar heel kenmerkend kan ik zeggen. Ja, beste mensen, vanavond gaan we het hebben over de politiek van de Verenigde Staten. Nou, ik doe het niet goed, maar dat was de kern. Hij probeerde heel goed aan te geven. En hij deed het ook heel filijn, hoor. Het was een filijne man. Hij was heel populair in die tijd. Dat kwam natuurlijk in die emancipatietijd. Hij was een soort geestelijk lijstman. Ik ben niet van de meeste lijstmannen. Maar personen als Constance, Piet Spreekt, Multatuli, in deze kring algemeen wel bekend, waren wel mensen die mij geïnspireerd hebben. Hij was ook populair omdat hij namelijk niet wetenschappelijke boeken schreef tout court. Hij schreef boeken die gewoon voor de autodidact bestemd waren. Weinig of geen voetnoten, maar hij schreef in ieder geval ontzettend veel. En wat hij dus heeft gedaan, dat is onder andere zijn herinneringen opgetekend. De bron waaruit ik gedronken heb. Ik vind nog altijd een heel mooi adagium voor mensen die loskomen van hun eigen kring. En daar was in gaan zitten spuren, dat vind ik daar niet van. Wat ik even nog wil laten horen, dat hij heeft dus heel veel doorgebracht bij vrijdenkers, maar ook bij humanisten. Hij was dus ook knipperlicht, relatie had hij. Hè. Hij deed humanist, daar was hij redacteur van. Hij heeft in het hoofdbestuur gezeten, maar was tegelijkertijd ook betrokken bij vrijdenkers. En hij zegt daarin zelfs. Het was een boeiende tijd, met veel hartstocht in de strijd om de waarheid. Gevaarlijk ook. Wij werden herhaaldelijk beschuldigd van niets minder dan majesteitsschennis. Gods lastering en opruiming. Ikzelf ben 4 of 5 keer voor rechtsvervolging ontslagen, maar eenmaal in 1927 tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens antimilitaristische propaganda. Ik had juist mijn eerste acte MO Frans gehaald en de volgende dag zat ik in de cel. Niet gering waren allerlei financiële moeilijkheden om te studeren, et cetera. Maar we gingen er wel mee door. Dus als u nog dit boek is af, is via het boek wilt u heel goed te krijgen. Maar het is ook bij de Kelderuitgeverij nog steeds een heel mooi boek. Zelf ben ik jaren geleden begonnen met het Humanistisch Historisch Centrum, waarbij overigens de Vrije Gedachte een van de vormende organisaties was. En na een jaar al kreeg ik, dat was in 1997, kreeg ik een onvoltooide biografie. Of ik daar maar iets mee wilde gaan doen. Nou, als je weet dat Anton, 100 of meer boeken en brochures heeft geschreven, echt 100. En 1000 artikelen en allerlei voordrachten. Toen dachten wij, wat heeft een biografie voor zin? Dus toen hebben wij een biografisch essay gemaakt. Dus een aantal thema's, religie, filosofie, seksualiteit, hebben wij in kaart gebracht welke boeken en welke tijdschriften, dat artikel durf ik niet eens over te beginnen, maar welke boeken gingen daar eigenlijk nog over. Dus als je wilt weten waar
Constance overschreven over seksualiteit. Dat kan je in 4-5 pagina's een heel mooi overzicht van. Dit boek is nog steeds, denk ik. Het is trouwens mijn eerste boek dat ik uitgaf. Samen met Papiertijger. Het heet Alte Constance, leven tegen de stroom in. Overschrijf wel via boekwinkeltjes en misschien een idee voor Jaap om ook nog uit te geven. Who knows? Dan komen we nu. Ja, dat gaat goed. Ik kom nu bij het boek waar we hiervoor mee zijn gekomen, namelijk het boek Grondslagen van het atheïsme. Dit is de oorspronkelijke versie, 1926. In 1926, maar joh, hij is dan 27 jaar, laat hij dit boek verschijnen bij Luigius en Zonen. Het is in gebonden vorm 320 bladzijden en het voorwoord heeft een heel... Het is een heel kort voorwoord, een heel mooi citaat. Want waarom zou je nou zo'n boek schrijven als Johnny? Hij zegt, dit boek is geen catechismus. Het bevat niet de grondslagen van het atheïsme. Het heeft slechts in 10 hoofdstukken een aantal gedachten geordend welke aan het atheïsme ten grondslag liggen. Nou, dat is zeg maar in de kern wat hij heeft willen doen in dit boek. Het is in 1926... heeft het niet een hele grote oplage gehad, heeft ook niet heel veel buiten de veiligheidskring aandacht gekregen. Maar het is nog steeds wel een boek waarvan je denkt, goh, in deze vorm, ik heb een vraag in mijn kast staan. Een ander boek, of een andere versie van datzelfde boek, is deze grondgedachte van het atheïsme. Dit is een boek uit 1978, uitgegeven door uw eigen, toen nog bestaande uitgeverij De Vrije Gedachte. Het is een ingekorte, of eigenlijk ook wel een ingekochte en herziene versie onder de titel Grondgedachten van atheïsme. Nu met een langer voorwoord door Anton Constance zelf. Hij zegt ja, dit is schaarse literatuur. En De Vrije Gedachte vond het nodig dat we weer een boek naar voren brachten met onze grondgedachten. Nou, dit boek is door mij ook toen een tijd, is mijn exemplaar 78, aangeschaft. Dan kom ik nu toe op het boek wat Jaap al naar voren bracht, waarvoor wij ook nu aandacht vragen. Dat is Grondslagen van het atheïsme. Dus we zijn van grondslagen, grondgedachten naar grondslagen. En dit boek heeft ook een heel mooi portret van Jan Wiegers van Constance. Het hangt in het Gronings Museum. Ik denk dat dat een heel mooi portret is waar ik hem ook wel in herken, want ik heb hem ook persoonlijk meegemaakt bij die colleges. En er zit een hele mooie inleiding bij, onder de titel De ene grondgedachte van het atheïsme, geschreven door een vrijdenker die ook in deze kring wel bekend is, namelijk Paul Cliteur. En Paul Cliteur plaatst het boek in zijn tijd en hij gaat vooral in op wat hij deed dat atheïsme voor de constant was, namelijk morele autonomie. Ik denk dat morele autonomie de grondgedachte was voor Constance en Cliteur. Onderstreept dat. Ik zou zeggen, koop dit boek ook vanwege de inleiding van Cliteur. Overigens, ieder jaar denk ik, wanneer zal deze man ooit vrijdenker van het jaar worden? Misschien een oeuvrejaar, een oeuvreprijs. Maar goed, ik kan blijven hopen en de voorstelling niet. Maar in ieder geval, deze man heeft dit boek, denk ik, goed, goede plaats gekregen. Tot slot, er zijn onder vrijdenkers, dus we kunnen zeggen wat we willen. Er is Constance zoveel boeken heeft geschreven, zoveel artikelen. Er is nog een man, een jongere man, die eigenlijk sneller kan schrijven dan God kan lezen. Dat is namelijk Floort van Berg, de oorlijk atheïst. En ik denk dat dat ook een boek is, naast het van Anton Constance, waar je op een hele eenvoudige manier, heel toegankelijk, ook heel, zeg maar, polemisch, en dat mag ook wel, je kan inwijden in het atheïsme en hij heeft het als ondertitel filosoferen over de waan van religie. Ik zou zeggen, dit is ook een aanrader bij de anderen en we mogen blij zijn dat er mensen zijn die nog steeds over dit onderwerp schrijven. Tot slot, het boek, ja, is beneden te koop, €17,50, vaste prijs, oké? Daar is de vraag. Bevat dit boek nu de tekst van 1926? Nee, dat heb ik vergeten te zeggen. Heel goed voor jou. Dit is de tekst van 1978. En hij is alleen op taal een beetje aangepast. Ja, we hebben niet echt even. Overigens, er staat hier de aankondiging van dit
gedaan zou hebben. Ik heb nog altijd spandiensten geleverd voor, ja, wat is echt van de onvolprezen kelderuitgeverij dat dit boek echt is.